Is het dat huis? In het chique Amsterdam uit Zuid, waar de glitter en glamour je tegemoet spat en je struikelt over de bekende Nederlanders, werken en wonen Fashion BFF's Nienke en Marcia. Nienke heeft er een luxe appartement en Marcia woont samen met man en kinderen in een kapitaal pad. Waar de Waal de Oude Maas raakt, in het rustige boerenland, ligt het dorpje Heerjansdam. Hier wonen, zeer naar tevredenheid, alleenstaande moeder Angeline en haar twee dochters. Mijn jongste dochter die kan heel goed leren, die doet VWO. En dat is erg moeilijk voor de oudste, omdat zij is de oudste, maar zij kan niet goed leren en heeft daar heel veel moeite mee. Ze heeft een verstand van een jonger kind. Een soort autisme zit er ook in. Ik vind het heel zwaar. Ja. Omdat ik eigenlijk iemand naast me wil hebben die me helpt. Ik ben afgekeurd omdat ik een soort reuma-artrose heb. En toen ging het werken niet meer. En toen ben ik in deze uitkering terechtgekomen. Het is wel heel mooi. Toen ik hier de straat in reed, dacht ik, het kan nooit zijn dat hier een rijk iemand woont. Want dat zijn allemaal flats. Toch? Dat is echt niet normaal. Je moet schrikken wat er in ons potje zit. Ja, inderdaad. Is dat per maand? 1800 euro. Voor één week, hè, Chantal? Nee, dat kan niet. Ik heb er geen woorden voor, denk ik. Nee. Het is gewoon hartstikke veel geld en ja, het is echt een veel verschil. Natuurlijk 75 euro of 1800 euro. Wij zijn een warm gezin en je hebt ook gezinnen die, ja, die hebben dat niet echt met elkaar. Die hebben veel geld, maar die hebben niet een warm gezin zoals wij. Geen band, zeg maar. Wij hebben wel een band met elkaar. Holy! Ja. Oh! Nou, een paar briefgeld, een beetje brief. 75 euro. Spaghetti bolognese, zonder gehakt. Ja, en zonder kaas, zonder tomaten, zonder ui. Spaghetti met een beetje boter. Aglio olio, super lekker. Ja, bijvoorbeeld en peperoncini. Ja, precies, beetje peper, kost niks. In Oud-Zuid ontbijten Marcia en Nienke nooit thuis. Dus vandaar dat de dames van Emmerlood hun bammetje vandaag ook buiten de deur gaan eten. Oh, wat leuk. Ja, die ken ik. Ja. Dirk van Divorce. Bent u Dirk? Ja, absoluut. Van Divorce. Ja. Oh, ik heb Dirk ontmoet. Van Divorce. Vond ik heel erg leuk. Ja. 30% tot 70% korting. Pas op. Extreem lage prijzen. Marcia en Nienke gaan boodschappen doen bij een heuse prijsknaller. Maar of dat bevorderlijk is voor de vriendschap... Ja, ik heb al gezegd dat ik het niet wil. Nee, echt niet. En ik wil die niet. Oké. Okay. Wat is gezonder? Nee, ja, maakt me niet uit. Dan doen we die toch ook weg? Marcia en Nienke gaan Nel en haar dochter helpen met de voorbereidingen voor het verjaardagsfeest. Nel heeft een zware periode achter de rug. Haar man is recent overleden. Dat is moeders. Hoi. Ben je zenuwachtig? Ach, oh. Hi, kijk naar de nagels. Kunnen we ze lakken? Zullen we de nagels lakken? Ja. Dat is toch leuk? En die meiden, die wonen allebei thuis? Allebei? Allebei. Oh, toch. Ja, want die Chantal, die krijgt misschien een begeleid woonhuis. Die voor de rest. Misschien. Begeleid wonen? Ja. Oh, ja, autistisch. Ja. We hebben dan, in vergelijking tot deze mensen, gewoon eigenlijk, zeg maar, niets meegemaakt. Veel minder verdriet gehad. Als je dan hoort dat een 23-jarig meisje zwaar autistisch is... Ja. En mama die dan de hele dag door pijn heeft. Dan heb ik wel echt met haar te doen. Ja. Ik heb pas op slechtere feestjes in Amsterdam gestaan. Nou, ik wou net zeggen. Ja. Dat je dan zegt om 9 uur, jongens... Ja, ik voel me echt heel ongemakkelijk. Ik heb hier zoiets van, tik hem nog even door, hoor. Ja, hoor. Ja, ik vind het wel heel spannend om hier te zitten. Het is ook wel echt heel gaaf. Dat je gewoon helemaal verzorgd wordt. Ik vind het erg mooi, Chantal, je haar. Laagjes en bij jou ook. In het dagelijks leven restylt en organiseert Marcia huizen. En doet Nienke hetzelfde met het opruimen en heendelen van kledingkasten. Het zou wel lekker zijn als je hier gewoon doorheen kan lopen als je naar bed gaat. Nou, die kamer waar wij slapen, daar kom je bijna niet in. Moet je echt een soort zijlings langs de muur schuifelen en dan een soort van zo laten vallen. En nu kan je er gewoon recht en draaien en gaan liggen. Ruimte!
De dames van Emmerloot hebben kaarten gekocht voor een musical. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben me opgewonden. Echt leuk. Waar heb jij de kaartjes? Ja. Ik ben zo zenuwachtig. Echt dichtbij, hè? Ik vond de musical zo mooi. Het is echt een droom wat uitkomt. Het ontroerde me. Nou, ik moest bij één liedje huilen. Dus vonden we het helemaal niks hier, die grote stad. En nu zou je eigenlijk wel gewoon willen blijven. Ik zou het niet eens erg vinden om hier in die drukke stad te wonen. Jij? Nee, ik ook niet. Want dat komt vooral omdat die mensen zo aardig zijn. Dat had ik ook echt niet verwacht. Aardig. En is het erop gegaan? Bijna. Zo! Ja. Wauw, jee! Dus, het is heerlijk gewoon. Dus, ik ben er echt van opgeknapt. En ik heb ook eigenlijk wel zoiets van... ik moet gewoon iets gaan doen weer in mijn leven. Ik ben wel al 51, maar... Als ik dan naar jullie kijk en naar het leven, denk ik van ik moet gewoon iets gaan doen en dat wil ik ook gaan doen.